kijkers, welkom bij een andere aflevering in de keuken met G. Ik ben Giulie en fijn dat ik vandaag weer in uw huiskamer mag zijn om enkele recepten met u te delen. Vandaag maak ik natuurlijk weer iets klaar met Catelli ketchup. Quality ketchup you can afford natuurlijk. En ik maak een kipgerecht, omdat kip meestal neutraal is. Ik zal niet zeggen dat kip goedkoop is, maar ja, het is affordable. Goed, wat heb ik allemaal nodig voor mijn ketchup kip? Ik heb hier een paar stukken boutjes, kippenboutjes. Verder nog natuurlijk die Catelli ketchup. Er gaat ook nog wat knoflook in. Uien die ik in paartjes heb gesneden. Er gaat wat oestersaus in. Een paar stukken Maggi blokjes of kippenblokjes. Olie natuurlijk om mijn ui en mijn knoflook te frituren. Wat zout. Een beetje, of tenminste twee blaadjes, laurierblaadjes. Een stuk steranijs. En natuurlijk wat zwarte peper. En gaandeweg zet ik straks een beetje water om het gehele op smaak te brengen. Of tenminste om al die ingrediënten te laten smelten tot een geheel. Goed, mijn pan staat al op vuur. Ik ga wat olie hierin schenken. En ik ga als het ware mijn kip. Koken. Maar als hij al gekookt is, ga ik hem bakken, goudbruin bakken. En gelooft u me, het is een gerecht dat je niet makkelijk ziet of waarvan je niet makkelijk hoort. Maar de traditionele wijze van kip klaarmaken is zo achterhaald. Maar gelooft u me, deze is ook heel erg lekker. Ik ga dan mijn uitjes even erin bakken. Ik ga hem niet bakken totdat hij bruin is. Ik wil gewoon dat hij translucent is. Ik wil mijn ui en mijn knoflook gewoon even zweten, ja. Ik ga mijn laurierblaadjes en mijn steranijs ook aan mijn hete olie toevoegen, zodat hij bakt en wanneer hij samen bakt in die hete olie, dan krijg je dan die lekkere aroma. Dan krijg je dan die lekkere aroma van beide kruiden. Dus we gaan de kippenboutjes op smaak brengen met wat uitjes, knoflook, laurierblaadjes, steranijs, een beetje oestersaus. Ja, het vuurtje staat nog aan. En dan wil ik nu mijn vlees erin zetten. En dan ga ik verder met de andere ingrediënten. Dus op dit moment brengen we hem op smaak. En als hij gaar is, dan gaan wij dan de kippenboutjes in hete olie frituren en dan krijg je een lekkere goudbruine, knapperige stuk vlees. Er gaat nu wat zwarte peper in. Ik heb hier wat grof gemalen zwarte peper. Er gaat ook nog wat zout in. Gewoon een beetje zout.
En natuurlijk die Cattelli ketchup. Quality you can afford. Quality ketchup you can afford. Die ketchup geeft het een beetje een zure smaak, maar ook een zoete smaak. Het geeft hem ook een mooie oranje kleurtje. En straks zult u zelf zien tijdens het bakken dat hij dus door die oranje kleur een mooie goudbruine kleurtje kreeg. Ik ga hem nu gewoon heel even laten bakken met alle ingrediënten, met alle kruiden. Alvorens ik mijn water hieraan ga toevoegen. Want zoals u weet, als u hem nu bakt met de kruiden, met de ingrediënten, dan komt er ook nog wat water uit de kippenbouwtjes in dit geval. Dus het maakt niet uit wat voor delen u gaat gebruiken. Welke deel van de kip u gaat gebruiken. Ik vind de kippenbootjes makkelijk, dus vandaar. Goed, ik ga hier even afruimen en dan zijn we zo strakjes terug. Zo lieve kijkers, welkom terug in de keuken met G. U ziet mijn kip, die is al aan het bakken, zeg maar 5 minuten. Ik ga nu wat water toevoegen en dan maak ik hem dicht totdat hij helemaal gaar is. Maar natuurlijk moet u dan zo en dan wel een oogje naar gooien, zodat hij niet aanbrandt. Dus nu gaan we hem als het ware laten stoven, laten sudderen, voordat we hem kunnen bakken. En natuurlijk kunt u hem ook proeven als hij al de juiste smaak heeft. En dan gaan we dan het deksel op de pan doen. Dit gaan we zeker 10 tot 15 minuten laten sudderen voordat we hem uit de pan halen en gaan bakken. Tot straks! Hi lieve kijkers, welkom terug in de keuken met G. Zoals u ziet is mijn kip al zeker 15 minuten aan het sudderen. Hij heeft ook een hele leuke, mooie bruin, oranje kleurtje. En hij is nu al gaar. Ik ga hem gewoon heel even laten staan voordat ik hem ga bakken. Ik wil hem ook even laten uitlekken, anders gaat het echt pruttelen. Dus in die hete olie. Maar ik heb hem ook al geproefd. Hij is al lekker op smaak gebracht. En dan gaan we hem even laten uitlekken voordat we hem gaan bakken. Yes, ben ik zo. Straks weer terug bij u. Ik ben terug met mijn ketchup kip, welke ik zo dadelijk ga bakken in hete olie. Mijn olie die is al heet. Even op een zacht pitje zetten, anders brandt die aan. Goed, u ziet het, de kip heeft een hele mooie kleur. En doordat ik hem zo dadelijk ga bakken, dan krijgt hij dan een mooi goudbruine kleurtje. Mijn olie is al heet, dus ik ga hem pakken. Ja, dus voorzichtig. Ik zei het al eerder, het gaat pruttelen door het sausje. Ik zal niet te veel in één keer bakken. Dus dit bakken we totdat hij een mooie goudbruine kleur. En het liefst niet op te hoog vuur, want anders brandt hij aan. En we willen hier geen gebrande kippen hebben. Dus even op middelmatig hoog vuur.
Hi lieve kijkers, welkom terug in de keuken met G. Ik ga verder met mijn tweede gerecht en dat is een ketchup fried rice. Ja, ik zeg het goed, u hebt het goed gehoord. Ik ga gewoon een lekkere fried rice maken en ik gebruik daarbij Ocatelli ketchup, quality you can afford. Ik heb een pan al op vuur staan, wat heb ik allemaal nodig? Fried rice heb je sowieso rijst nodig. Ik heb hier voorgekookt rijst, gewoon witte rijst. En ik heb hem natuurlijk helemaal laten afkoelen. Dus wanneer je fried rice maakt, zorg ervoor dat je rijst wel afgekoeld is. Goed afgekoeld is. Verder gaat er nog wat uitjes erin. Uitjes, knoflook, een klontje boter gaat erbij, prei. Ik heb hier wat gesneden wortelen. Ja, sowieso die Catelli ketchup. Verder nog wat chicken bouillon of kippenblokjes. Zwarte peper. Een beetje olie. Een snufje zout. En ook nog wat oestersaus. Ik ga alvast wat olie in mijn hete pan zetten. Een wokpan heb ik hier. En daarbij zet ik ook nog mijn boter. Ik vind het altijd lekker om fried rice met een beetje boter te maken. Dus om boter toe te voegen. Het geeft hem een hele lekkere smaak. Mijn boter goed laten smelten. Ja, ik krijg ook vaak te horen van ja, ze vinden het vreemd dat je fried rice of nasi maakt met ketchup. Ja, het klinkt vreemd, maar het is heel erg lekker. Probeert u het ook eens een keertje. Een beetje afstappen van die gewone traditionele ketchup nasi of witte nasi. Doe je gewoon een beetje ketchup erbij en het geeft die nasi een hele aparte smaak. Ja. Mijn uitjes heb ik zojuist erin gedaan. Ik ga dan mijn knoflook ook hieraan toevoegen. En deze ketchup fried rice is ook heel erg lekker met stukjes ham of stukjes kip, als u dat lekker vindt. Maar omdat ik ervoor heb gekozen om het te eten met die gefrituurde of gebakken ketchup kip, heb ik geen ham of wat dan ook in mijn nasi toegevoegd. Of ga ik dat niet toevoegen. Ik wil dan ook mijn wortelen samen bakken, zodat mijn wortelen dan ook lekker zacht worden. Ik weet dat er een soortgelijke nasi is die de Japanners maken. Omurice of zo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Omurice, ja. Denk maar aan de Chinese omu van de hier op de hoek, omurice. Ze eten het graag met lekkere, romige, niet doorgebakken ei. En dit is een fried rice zoals die omurice, ja. Goed, ik ga dan verder. Ik zet mijn oestersaus ook erin, voordat ik dan mijn rijst erin zet.
is heel erg lekker en heel erg snel. Lieve mensen, als je een restantrijs hebt van de vorige dag of dagen daarvoor en je hebt hem in de koelkast gedaan, is het binnen een mum en een wip gedaan. Ik ga dan nu mijn rijst erin doen, ja, voordat ik dan de rest van de ingrediënten erin zet. Ik ga even omscheppen. Ja, ik ga hem even omscheppen. En door die hitte gaan mijn rijstklontjes dan ook uit elkaar. Oké, ik ga dan zwarte peper toevoegen. Een beetje zout. Je kan altijd meer zout toevoegen. En natuurlijk die Catelli ketchup, quality you can afford. En dan gaan we verder met omscheppen, met draaien. Hij lijkt wel een beetje nattig, maar gelooft u me, de smaak, het is overheerlijk. Gewoon blijven omscheppen, blijven draaien hoor. En u ziet de mooie kleur. Kleur van de ketchup. En u ziet dat het is zo snel in elkaar gezet. In elkaar gedraaid. Rest nog het proeven en natuurlijk die prei. Die prei geeft het een extra kickje. Als u wil, kunt u ook soepgroenten zetten. Ik ga hem nog even 2 tot 3 minuten doorbakken en dan zijn we zo strakjes terug met de plating. Zo lieve kijkers,
dit is het geworden. Mijn Catelli ketchup, gebakken kip. Even sneden hoor. En ja. Het heeft een mooie bruine kleur. En natuurlijk, ja, dat gedeelte is bruiner. Omdat je dan de saus, dus de saus van die kip waarin we het hebben gestoofd, is dan eigenlijk gaan plakken op die vel. En wanneer je het pakt, dan krijg je dan dat gedeelte eerder aanbrandt dan de overige delen van die kip. Maar hij is niet aangebrand, dus het is juist lekker, want daar zitten alle kruiden. Ik zou zeggen, probeer die het thuis zelf. Het is niet zo moeilijk. Ketchup kip en mijn ketchup fried rice. Het geeft een lekkere aparte smaakje. En natuurlijk een beetje peper ernaast. Als u wil, kunt u ook groenten erbij doen. Maar hij is al heel erg lekker zoals hij nu is. Probeert u hem thuis. Wees lief voor elkaar. Stay safe en tot de volgende keer. Bye bye. Thank you.